De negende plaats voor Robert Gresing in de Amsterdam Gold Race. Een lichte teleurstelling misschien na het goede voorseizoen. Al klopt het ploegenspel van zijn Rabo-ploeg wel. Ja, al vroeg eigenlijk geprobeerd koers te maken en dat ging fantastisch. Ik denk dat iedereen al redelijk kapot zat toen we hier de tweede keer doorkwamen. Dus ja, uiteindelijk rijden we naar Keutenberg toe en ik zit op de top. En ja, ik wist wel dat ik daar mee had moeten springen en had ik ook willen doen. Maar ja, ik zat volledig verkrampt en ik kon daar niet springen, want dan was ik hier niet in Valkenburg gekomen waarschijnlijk. 123, de adelaar, de condor van Varsseveld, Robert Gesing, Nederland. Bij de start in Maastricht is Robert Gesing geconcentreerd als altijd. En de finish op de Kouberg lijkt niet langer in Limburg te liggen. Een Achterhoekse berg, we staan hier met de fanclub Robert Gesing op de Kouberg. Dus geweldige dag, mooi weer, helemaal goed. I was an idol, I mean a fan of Robert. In de Philippines. En dan zien de fans de eerste passage van het peloton. Gesing zit rechts voorin, volgens afspraak. We hebben hem gevraagd of hij aan deze kant van de weg de Kouberg op wil fietsen. Dan doet hij dat eventjes. Hij heeft ons ongetwijfeld gezien. Ja, dat zagen we. Robert is de nuchterheid zelf. Hij houdt er niet van dat we op een voetstuk plaatsen, maar we doen het stiekem toch wel eens. Hij is een example voor mij. Zijn nuchterheid, relaxed. Het is een gewone jongen gebleven. Echte Achterhoeker dus? Echte Achterhoeker, ja. De komende week krijgt Gesing nog twee kansen. Woensdag in de Waalse Pijl, de zondag in Luik, Wassenaar en Luik.